Goedenavond. Goedenavond allemaal, hallo. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, ja, het is hier echt gekhuis. Ik ben even snel backstage gerend, want anders hadden jullie mij nooit kunnen horen. Maar het is echt een gekhuis hier. Had je dit verwacht? Sorry? Had je dit verwacht? Verwacht? Nou, ik weet het niet zo goed. Ik had het wel heel erg gehoopt, maar de bookmakers, we stonden er niet super goed voor. Alleen, ze heeft het zo goed gedaan. Ik ben zo trots op haar. En ik denk dat ze vocaal gewoon een stuk beter was dan heel veel anderen. En dat heeft ze wel gedaan, ja. Loopzuiver, om het maar te zeggen, zong ze. Angela Nieuw moet dat gewoon helder. Lachen. Stond als huis. Stond als huis, ja, dat was het. Wat had jullie inzending eigenlijk namens Estland wat de Nederlandse inzending niet had? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het een compleet ander liedje is. Ik denk dat het ook een liedje is wat op een live is geschreven van Alika. En ik denk dat het een beetje... het is gewoon haar liedje. En ik denk dat het door het duo misschien wat vager was voor de kijker en voor de stemmer. En het nummer van Bridges, dat is gewoon echt het nummer van Alika. Dat is gewoon heel erg fijn. En dat zie je. En het is haar verhaal. En dat is heel erg mooi. Ja, we zien het hier in beeld. In haar blauwe jurk. Met een zelfspelende piano op de achtergrond. We gaan het straks nog hebben over kunstmatige intelligentie. Ben je Duncan Lawrence nog tegengekomen eigenlijk daar achter de schermen? Nee, het is natuurlijk ook een andere dag dan Nederland moest. Maar we gaan dus naar de finale. En ik hoorde dat Duncan ook in die finale zingt. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik vraag het natuurlijk omdat je eerder deze week in het Algemeen Dagblad hebt gezegd dat er nog wat strubbelingen waren bij het winnende liedje van Duncan Lawrence. Hoe groot is de lange neus die je nu naar hem trekt omdat jij werd uitgesloten toen van aanwezigheid daar in de Green Room bijvoorbeeld en ook als componist niet de erkenning hebt gekregen naar eigen zeggen die je toen wilde? Ja, die is iets groter dan een half uur geleden, denk ik. Maar het is allemaal prima zo. En ik heb één keer mijn verhaal gedaan en dat is voor mij nu ook lekker afgesloten. Dus ik focus nu lekker op aankomende zaterdag.